Mocht je de lage plank te zwaar vinden, dan kunnen we ook altijd nog naar de hoge plank. Dus de lage plank. Daardoor heeft de zwaartekracht oefent veel meer druk op je lichaam uit, omdat je dichter bij de grond bent. Als je de scope, zeg maar, de graden vergroot, dan heb je loopt het wat af, waardoor er minder zwaartekracht op je drukt. Dat is namelijk de hoge plank. Dus deze is minder zwaar. Dus die zou je eventueel als alternatief kunnen doen voor die lage plank. Oké.